En we hebben opnieuw een recordontvangst, een record van 45.022 euro en 86 cent. U hebt hier een heel mooi geschenk gekregen, niet waar? Een hele mooie check, meer dan 45.000 euro, dat is fantastisch. De Watergroep heeft dat ongelooflijk mooi gedaan. En ja, wij zijn daar zeer, zeer blij mee. En de bedoeling is ook natuurlijk dat dat heel mooi zal besteed worden. U bent van Kom op tegen kanker, hè, voor alle duidelijkheid. Waar gaan die centjes nu eigenlijk naartoe? Wat gebeurt ermee? Wel, dat gaat eigenlijk naar psychosociale projecten. En dat is een heel breed spectrum. Dat gaat zowel naar palliatieve zorgen, dat gaat naar het kinderkamp, dat gaat naar allerlei projecten die verbonden zijn met kanker. Dus mensen met kanker, daar gaan de centen naartoe. Ze komen dus in goede handen, de centen? Het komt zeker en vast in goede handen en het zal zeer goed terechtkomen. Het wordt heel goed besteed. Daar mag iedereen op rekenen. En hoe zijn die eigenlijk bij elkaar gekomen, Patrick, allemaal? Want jullie zijn eigenlijk vroeger jaren met veel minder begonnen, hè? Aanvankelijk zijn we gestart met ongeveer een bedrag van 264.000 frank. Dat is zo in oude Belgische francjes. Dat is in principe gegroeid. En sinds 10 jaar hebben we het bedrag bijna verdubbeld. We zijn van 27.000 euro naar nu een uitgave van 45.000 euro gekomen. Hoe doen jullie dat eigenlijk? Dat is hoofdzakelijk door sponsoring, kaartenverkoop en hard werken. Meneer, bent u er zelf naartoe geweest dit jaar naar Nienhoven? Jazeker, ik ben er zelf naartoe geweest, ook de vorige keer. Ik heb toen zelfs meegewandeld, 20 kilometer, en dat was ook 1 euro per kilometer. Dat was echt wel pijnlijk. Ja, ik ben er zeker naartoe geweest. Ik kom er elke keer naartoe. Die meneer verdient eigenlijk een grote pluim, hè? Ja, en ook binnen de Watergroep is dit evenement echt toch wel een uitstraling voor ons. En daarom wil ik hem hier ook voor de televisie een pluim geven. Hè? Hij doet dat zeer goed. En mevrouw, hè? U bent de gelukkige winnares van de wagen. Hè? Misschien dat Christophe hem wil de sleutels overhandigen samen met meneer Valkeniers. Hè? Dat we dat gezamenlijk doen. Zo. Voilà, dank u wel. Alsjeblieft en proficiat. En veel geluk ermee. Hè? Ja, ja, dat is voor de dochter. Hè. Ah, voilà. Ja, voilà. Proficiat. Voilà, als ik mag naar hier komen om een sleutel van een auto af te geven. Dat is toch wel iets speciaals, hè? Want Kom op tegen kanker heeft dus een auto verloot aan mensen die gewoon een lotje hebben gekocht. Dus dat is toch eigenlijk wel fantastisch. Hè? En de winnaar komt dan nog uit uw gemeente, hè? Ja, ik heb gehoord dat ze uit Denderlee komt. Dus dat is toch wel fijn om te horen. Mevrouw, een hele dikke proficiat. Hoe is het eigenlijk gebeurd? Want het was eigenlijk een hele grote verrassing voor u, hè? Wel een tijdje geleden, dus dat zal ongeveer maart, april geweest zijn, staat er bij ons een kameretje van de watermaatschappij aan de deur. Ik roep die mens binnen, zeg kom eerst bij mij, want ik moet nog gaan werken. Die mens zegt, jongen mevrouw, zeg, kom ik daarvoor niet. Ik kom een lotje verkopen van de familiedag van Kom op tegen kanker. Ik zeg, oh ja, ik zeg, kom, geef er mij twee. Dus ik heb die twee lotjes bijgehouden en in het infoblad van Denderlee is dan uiteindelijk de maand mei, juni, de uitslag verschenen. Je geloofde dat waarschijnlijk eerst niet? Nee, we hebben 3-4 keer naar die nummers gekeken. We hebben ze daar juist nog eens gekeken, of dat wel juist was. Ja. Uiteindelijk is het toch waar, hè? En naar wie gaat de wagen nu? Naar uzelf? Nee, ik ga hem aan mijn dochter geven. Die wordt 14 oktober 18 jaar. Wat een luxe, zeg. Hey, mooie wagen, hè, om mee te beginnen, hè? Ja. Alle rijbewijs? Nee, dan nog niet. Dat moet nog komen waarschijnlijk. Het is te open. En ooit al iets groots gewonnen, mevrouw? Het enige wat ik ooit al gewonnen heb, is de salami. Volgende keer is het een speciale editie, Patrick? Het is een jubileumeditie. We gaan voor de 10e maal. Want daarbovenop wil ik toch nog even graag meegeven. We geven een cheque van 45.000 euro voor Kom op tegen kanker af. Maar het is ook belangrijk dat wij alle in onze Denderstreek nog veel mensen die het sociaal moeilijk hebben. Dus houden we die prijzen echt heel democratisch en kunnen de mensen voor 15 euro kunnen zij een showgedeelte kunnen zij eten en aan heel democratische prijzen. En dat kan maar pas wanneer de medewerking van de gemeente te vernoten van sponsors en dergelijke. Dat kan maar zo tot stand gebracht worden. En dat maakt het nog veel leuker. Eigenlijk.
De volgende editie van de Watergroep hier van Kom op tegen Kanker is de 10e editie, een speciale. Komen jullie terug? Haha! Ik ga het een keer moeten vragen, maar ik heb eigenlijk al stiekem vernomen dat, dat we heel graag mogen terugkomen. Dus dat is heel fijn om te horen. Moeten jullie dat zelf nog vragen? Nee. Maar het is wel, het is binnen 2 jaar natuurlijk. Dus het is ook te zien of dan ze snel hun datum hebben. Want onze optredens zijn toch wel een jaartje op voorhand volboekt. En de broer gaat erbij zijn? Waarschijnlijk wel, hè. Daar hopen we allemaal op. Nienhoven en Kom op tegen Kanker, dat is toch wel een specialeke voor ons. Dat is al zo'n beetje thuiskomen. Toch zeker in de watermaatschappij, dat voelt als thuiskomen. En we zouden het echt heel erg moeten vinden om daar niet aanwezig te kunnen zijn. Omdat we hebben eigenlijk van eigenlijk het begin of het eerste jaar het meegemaakt. Dus nu de 10e editie. Dat is toch wel... Jullie hebben ook het hart op de juiste plaats. Hè? Absoluut. Als we iets kunnen doen, dan gaan we het zeker doen. Weet u al iets meer, meneer, voor de volgende editie, de 10e editie, met wat hij bezig is? Wat is zijn zin is? Nee, ik weet het nog niet goed, maar ik weet wel dat we als firma de volgende editie echt toch wel op de kaart willen zetten. De 10e editie, om de 2 jaar, dat is 20 jaar dat we dat doen. We gaan dat echt op de kaart zetten. We hebben al geprobeerd vanavond de artiesten vast te leggen, maar we moeten nog veel andere dingen vastleggen. Hè? Weet u al iets meer, Patrick? We iets weten al. Maar er zijn gesprekken met verschillende artiesten, internationaal zelfs nu een keer. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat is nog zo pril. En wij gaan niet graag een voorstel of iets lanceren dat achteraf dan wijzigt. Wij hebben liever dat we al concrete zaken hebben. Wat dat wij weten, dat het eind april 2017 zal doorgaan. En ik zou zeggen dat de mensen maar hun centjes klaar houden, want we komen terug voor kaartenverkoop. Digitaal en vanuit het centrum van Nienhoven. Ninos Media en Ninos Succesradio, vanaf nu één geheel. Eén geheel. Ninos Media is het regionale nieuwsmedium voor Nienhoven en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Nienhoven en de Denderstreek op ninosmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.